Ja, het leven heeft hem ook wat wijzer gemaakt. En kijk, als je daar in die woestijn zo'n zak geld ophaalt, dan kun je ook wat anders in het leven staan. Zie je, hij lachen, hij heeft 3 van die zakken geld. Is dat zo, jong? Nou, dat is niet slecht. De belasting valt daar volgens mij goed mee. Ja, wat heb je de vriend daar aan? Geen centbelasting betaald. Nee, helemaal niks. Ja, dat is lekker meegenomen. Dus je gaat gewoon naar zo'n sjeik toe, je haalt zo'n zak op, je gaat weg? Nou, ik ga vertellen, ik was daar. Ik was er op de kantoor bij die gozer. En op een bepaald moment was op mijn contract en er stond zo te gaan. Hij zegt, als ik je wat te zeggen heb, zo stond hij, dan zeg ik dat tegen je. Ik zeg, ja, dat is goed, hè. Zeg maar dan nou. En ik pak zijn hand. Zeg maar, als ik wat te zeggen heb, dan zeg ik het ook tegen je. En dan waren die minister van sport, alles, ja. Die werd helemaal wit. Die dacht, ja, want die mag die sheik mag in principe helemaal niet aanraken. Nee, doe het even met hem. He? Doe het even met hem. Nee, maar die mag in principe niet. Maar dan gaat dat geld gaan in een machientje. Niet te geloven, dat gaat in een machientje en dan hoor je. Dat is een casino. Nee, dat is niet te geloven. Ik zeg, kan u leren? Dan ging maar. Ja. En hoop, zo met zo. Van de zak van Albert Heijn, waar je ging weg, zo. Ja. En dan kom je aan de douane. Hoe kom je aan dat geld? Ja, ik heb dat van die meneer gehad. Alles goed. Maar gaat dan maar door. Ja, hij was schitterend, jongen. Ja, ja, ik ken dat nog van Veendam. Maar dan neem je het ergens, waar neem je het mee naartoe dan? Nou, dan gooi ik het op de vuilnishoop. Nee, maar dat doe ik. Ja, jongen, wat is dat voor iets, joh? Ja, nee, maar breng je naar een bank of stop je het onder je matras? Of... Nee, ik breng het naar de bank. Ja? Ja? En dan kom je met zo'n zak geld aan bij de bank en dan zeggen ze nou, meneer Boskamp. Ja, dank je wel, die tellen dat. Weer zo'n machientje. Dat klopt erin. Maar er zat één keer dat er één valse bij, Robert. Dat was niet te geloven. Eén valse? Ja, ben ik teruggegaan. Zeg. Maar nou heb ik één vervelende vraag voor je. Als nu de Belgische Belastingdienst zit mee te kijken. Ik kijk hier niet. Nee, dat maakt niet, want ik kan me laten uitschrijven. Je denkt dat ik helemaal achterlijk ben. Nee, ik vraag het even. Ik denk, ja, je weet het niet. Hey, maar ja, die hebben die gozer wat aangehaald. Ja, maar ik raak hem niet kwijt. Nee. Maar goed, het is inmiddels veilig op de bank, dus er hoeft niemand bij jou aan te bellen van de week. Moment niet, nee. Maar het geeft wel, zoals ik zeg, zoals met Co ook, het geeft wat innerlijke rust, ja. Hè? Als je zo'n telmachientje gepasseerd bent. Het is, ik kan jou niet vertellen wat je krijgt daar. En dat is allemaal netto, dus... Ja, je kan het best vertellen, je bent er toch? Ja, netto, zeg het toch? Ja. Wil je nog meer weten? Nou ja, nu je er toch over bezig bent. Nee, dat is gewoon schitterend. Je gaat er naartoe. Nou, voor het voetbal ga je er niet naartoe. Maradona wel. Maradona is voor het voetbal ja, naartoe. Ballen. Ja, ballen. Je gaat er echt niet naartoe. Nou, je krijgt het en dan zeg je ja, dankjewel. Elke maand zeg je dankjewel. Maar ik denk... Salam alaikum, salam. Ja, dat is formidabel, joh. Ik spreek die taal vloeiend. Maar ja. heb je al je poen ook gehad, Jan? Ja, alles. Tot de laatste cent? Alles.